De Republiek Suriname zal ingaande 3 juli 2022 voor 6 maanden invulling geven aan het voorzitterschap van de Caribbean Community CARICOM. Ons land is van 3 tot en met 5 juli aanstaande gastheer van de 43ste reguliere vergadering van CARICOM staatshoofden en regeringsleiders. Bij deze gelegenheid zal ook de hameroverdracht plaatsvinden. De voorbereidingen na deze belangrijke periode zijn reeds in volle gang. CARICOM-regeringsleiders hebben in 2006 de Commission on Youth Development opgericht. Een voortvloeisel hiervan is het CARICOM Youth Forum, als platform voor het bespreken van kwesties aangaande de jeugd binnen de regio. Het eerstvolgende CARICOM Youth Forum geschiet virtueel op vrijdag 24 juni 2022. De resultaten van deze bijeenkomst zullen gedeeld worden tijdens de 43ste reguliere CARICOM staatshoofdenvergadering. Wij spraken Shelby Mukiran, secretaris van de inhoudelijke commissie en SDG jeugdambassadeur Germaine Pansa. Aanstaande 24 juni zal het CARICOM Youth Forum plaatsvinden, waaraan verschillende jeugdigen vanuit het heel Caribisch gebied zullen participeren. En dit is dus in kader van de overname van het CARICOM voorzitterschap van Suriname binnen de CARICOM. Mijn naam is Germaine Pansa, een van de SDG jeugdambassadeurs en ook is het SDG jeugdambassadeursprogramma waarbij er ambassadeurs zijn ook ingezet tijdens het CARICOM Youth Forum. De president zal dus aanwezig zijn en ook met jongeren vanuit verschillende jeugdorganisaties op het ministerie van Bibis, waarbij de president rechtstreeks vanuit de jongeren vragen gesteld zal worden over het beleid vanuit het jeugdbeleid van Suriname, maar ook hoe hij dat ziet binnen de regio. En vervolgens zal er dus breakout rooms gecreëerd worden. Het is een virtuele youth forum. En er zullen dus breakout rooms gecreëerd worden waarbij de jongeren de gelegenheid krijgen om een breakout room te kiezen waarin zij interesse in hebben om te gaan discussiëren, te praten over hoe ze het zien. En het zijn dus 6 verschillende topics die besproken zullen worden. En uiteindelijk, in elke breakout room is er dan een moderator en een rapporteur die de verslaggeving zal doen. En nadat er zo gediscussieerd is, er is gebrainstormd, er zijn actiepunten gecreëerd, zullen de jeugdigen dus weer in de main room komen om uiteindelijk hun zienswijze over de verschillende topics met elkaar te delen. We zijn in voorbereidende fase. Wat er gaat gebeuren, het is een online forum waarbij 300 jongeren van de regio, niet alleen van Suriname, maar 300 jongeren regionaal de gelegenheid zullen krijgen om deel te nemen aan dit forum. Daarnaast, Suriname is portfoliohouder van jeugd binnen de CARICOM, dus dat wil zeggen dus dat we de president zullen krijgen bij het forum die het zal, ook een toespraak zal doen, ook open zal zijn voor jongeren in de regio om te horen van wat de issues allemaal zijn. En van Suriname uit gezien, het vanuit Suriname wordt gehost, zullen 20 jongeren de gelegenheid krijgen om hier op Buitenlandse Zaken virtueel samen met de president, dus op één plek, deel te nemen aan het forum. We hebben vanuit jeugdzaken, want jeugdzaken heeft alle jeugdorganisatie heeft een bestand met een geregistreerde jeugdorganisatie. Dus het ministerie van Jeugdzaken heeft dus een brief, een e-mail gestuurd naar de verschillende jeugdorganisaties om jongeren voor te dragen, deze 20 jongeren voor te dragen. Maar los van deze 20 jongeren zijn er dus ook jongeren die online kunnen deelnemen. Dus deze 20 komen uit jeugdorganisatie die geregistreerd staan bij jeugdzaken. Wat we willen doen is dus dat we een representatie van Suriname willen. We willen people with disabilities, we willen de ITP's, Indigenous and Tribal People, we willen milieuorganisaties. Dus het moet niet zijn van één groep, dus dat we 20 jongeren hebben van één groep alleen maar van verschillende achtergronden. Dus deze 20 jongeren zullen in principe Suriname representeren. Issues zoals climate action, well-being and health, security, economic empowerment, technologische innovatie. In totaal zijn het 6, houdt u me ten goede, maar dat zijn zowel een paar van de topics die besproken zullen worden. Alle 6 regarderen sowieso de Caribische jeugd. Suriname zou wel faciliterende rol hebben binnen economic empowerment, maar alle topics zijn evenveel belangrijk voor ons als Surinaamse jeugd. Dit is eigenlijk een van de beste kansen om onze beste zijde te laten zien als jongeren.
Er zijn natuurlijk, zeker met COVID-19-pandemie, zijn we teruggevallen, zeg maar. Er zijn bepaalde dingen die weer op orde moeten komen, vooral op het gebied van onderwijs. Dus dit is een gelegenheid voor ons als jongeren om onze statement te maken. Er zullen regeringleiders zijn, zijn mensen die besluiten nemen voor landen. Dus alle jongeren die zullen deelnemen aan dit forum, wil ik oproepen om, you know, alle issues waarmee ze zitten en dingen die ze veranderd willen zien, die ontwikkeling kan brengen, dus dat ze het aanhalen tijdens het forum. Want dit document wordt gepresenteerd tijdens de high-level meeting die tussen 3 en 6 juli gehouden zal worden in Suriname. Uit het forum moeten actiepunten voortvloeien. Wij als jeugd zullen dus allemaal bij elkaar komen en over deze issues praten en kijken waarmee wij allemaal te kampen hebben en wat we graag veranderd zien. En uiteindelijk zullen we dus actiepunten aandragen aan de verschillende regeringsleiders om uiteindelijk ze te vragen en te attenderen dat ze op deze punten letten. Binnen het Zoom-platform mogen 300, maar los daarvan wordt het ook live gestreamd op YouTube en volgens mij ook op tv zullen we het live streamen. Dus er kunnen altijd comments, al ben je niet op het platform van Zoom, je kan altijd je comments geven op YouTube of via social media waar het gestreamd wordt. De dean van het CARICOM Youth Ambassadors Program zal dus nadat het forum heeft plaatsgevonden, zal er een statement geformuleerd worden met alle actiepunten daarin opgenomen. En de dean van het CARICOM Youth Ambassadors Program zal dit als statement uitspreken tijdens de openingsceremonie van de aankomende staatshoofdenvergadering. Wij spreken de hoop uit dat de Surinaamse samenleving er trots op is dat het land gastheer zal zijn van de staatshoofdenvergadering. Als natie streven wij ernaar onze jeugd te betrekken in de ontwikkelingen door hen een platform te geven waarop zij zich kunnen uiten. Tot de volgende editie. Raise your voice and say.